Van Dijk Silos vindt het sadistisch dat Daisy Boutersen uitgerekend vlak voor de kerst wordt gevonnist. Er komt geen verzet vanuit de kerk als het kabinet Santokki gratie zou verlenen aan Daisy Boutersen. En in Nikeri mochten honderden boeren meedoen aan een loterij voor een stuk grond. Goeiedag, dit is Regio Nieuws TV Suriname van 19 december 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De juriste Jennifer van Dijk Silos vindt het sadistisch dat Daisy Boutersen uitgerekend vlak voor de kerst wordt gevonnist. Ze wijst erop dat alle rechters onlangs met reces gingen en dat de behandeling van alle rechtszaken is getild naar het komend jaar. Dan valt het op dat uitsluitend voor Boutersen rechters terugkomen van hun reces, zei Van Dijk Silos bij DTV. De kerstdagen zijn heilig voor christenen, betoogde zij. Om dan een rechtszitting te houden die zou kunnen zorgen voor onlust en beroering rond deze heilige dagen, vindt ze ongepast en beledigend voor christenen. Mocht Boutersen tot een celstraf worden veroordeeld, dan zou het volgens de juristen niet correct zijn als hij als voormalig president in een gewone gevangenis tussen de boefjes wordt geplaatst. Dat is ook niet wat de wet voorschrijft. De detentie zou volgens haar thuis in een speciaal daartoe ingerichte faciliteit kunnen worden doorgebracht. Voormalig president Jules Weidenbos, partijgenoot van Boutersen, denkt dat Boutersen naar zijn aanhang zou moeten luisteren. Zaterdag werd Boutersen massaal opgeroepen door de leden van zijn partij om morgen niet naar het hof te gaan om te voorkomen dat hij bij een eventuele veroordeling meteen in de boeien wordt geslagen. Als de menigte vindt dat hij niet moet gaan, dan moet hij dat serieus in overweging nemen, zei Weidenbos. En activiste Maïsha Neus hoopt dat Boutersen inderdaad morgen niet verschijnt bij het Hof van Justitie. Neus denkt dat de uitgelekte dreigingsanalyse opzettelijk is gelekt. Ze vermoedt dat president Santokki daarmee aast op maatschappelijke onrust om dan de noodtoestand uit te roepen. Ook Boutersen zelf had zijn aanhang verzocht om het kabinet geen excuus te geven om de verkiezingen van 2025 uit te stellen. Er zou geen verzet komen vanuit de kerk als het kabinet Santokki gratie zou verlenen aan Daisy Boutersen. Dat zegt bisschop Karel Tjuni in De Ware Tijd. Bisschop Tjuni is voorzitter van de Interreligieuze Raad en ondervoorzitter van het Comité Christelijke Kerken. Er zijn informele gesprekken geweest met Santokki over een eventuele gratie. Boutersen hoort morgen of het eerdere vonnis van 20 jaar celstraf wordt bekrachtigd door het Hof van Justitie. Een eventuele gratie zou aan strenge voorwaarden moeten voldoen. Wat Tjuni betreft zouden die voorwaarden moeten zijn erkenning van het vonnis, dus aanvaarden van niet alleen de politieke, maar ook de morele verantwoordelijkheid. Verder zouden excuses moeten worden aangeboden aan de nabestaanden en aan Suriname. Het leed van de nabestaanden zou gecompenseerd moeten worden met een monument en er zou een instituut moeten komen voor het onderzoeken van mensenrechten schendingen in Suriname. En er zou ook een proces van healing en verzoening naar de samenleving toe in gang moeten worden gezet. Aldus bisschop Tjuni. Jarenlang liepen ze bij de overheid de deuren plat, maar voor Nikeriaanse bermboeren schijnt nu eindelijk het licht in de tunnel. Zaterdag mochten honderden boeren meedoen aan een loterij voor een stuk grond, blijkt uit een bericht op de Facebookpagina van president Santokki. 330 boeren wonnen in Nikeri een stuk grond waarop ze tuinbouw mogen doen. Voor deze 300 percelen wordt een areaal van 200 hectare verdeeld. Dat is grond die werd afgestaan door bananenbedrijf Food Agricultural Industries. Santokki beloofde de boeren volop kansen voor export van hun producten. Ze zouden ook worden getraind in moderne technologieën en voedselveiligheid. Minister Saudien onthulde dat de boeren die nu in aanmerking komen voor de grond in alle stilte zijn geregistreerd. De geheimhouding moest voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt van deze kans. De koek is op, dus mensen hoeven niet te gaan rennen om hun bermen te beplanten, want de registratie is al achter de rug. Aldus Saudien. En tot zover Regio Nieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven, download onze app en u kunt nieuws melden aan suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube en spreekt het nieuws u aan,
Like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.